Ja, hey, ik kom hier uit het Herentals. We weten, zo'n nieuw job, nieuwe locatie is altijd een beetje spannend. Maar hey, wij van de ACV, wij gaan u weghelpen. En je mag er zeker van zijn, we willen alles voor u zijn. Kom, volg ons maar. Kom, volg ons maar. Nu zitten we op 30 verdiep zijn. En nu gaan we naar het vakbondslokaal. Het vakbondslokaal is altijd Christine. Dat is de secretaris van de ACV Pols van het ziekenhuis van Herentals. En ze zijn nu een vergadering aan het doen. Ik moet het dan de kennis bij, dus ik zet eens een kijkje neer. Mensen van de raadpleging Oogheelkunde, die heb ik gaan bevragen, die waren akkoord en ik heb... Goedemiddag, mijn naam is Tim, dat is een Tom. Samen zijn wij twee vakbondsafgevaardigden van ACV Pools in het ziekenhuis van Herentals. Je weet, in het ziekenhuis van Herentals en met ACV zullen we nooit alleen. Je kunt bij ons altijd terecht. Met al uw vragen, die worden altijd discreet behandeld en moet geen schrik hebben dat dat voortgaat of wat dan ook. Met bepaalde vragen kan Tom even zeggen welke dat kunnen zijn. Dat kunnen vooral vragen zijn over lonen en arbeidsloonvoorwaarden en over ziekte, over premies en ook over thematische verloven, zoals bijvoorbeeld het ouderschapsverlof. Wij zijn een groepje van een tiental geëngageerde militanten met verschillende jaren ervaring. Ik denk wel een jaar of 10, 15. Onze baseline is niet toevallig You Never Work Alone. Dus je ontvangt je hier met open armen. Je bent zeker welkom. En weet, nog eens, we zijn er altijd voor u. We hebben ook al verschillende verwezenlijkingen gedaan binnen AZ Herentals. Zoals bijvoorbeeld de verstoringspremie en maaltijdchecks. Zoals bijvoorbeeld de verstoringspremie, dat is heel belangrijk voor privé en werk gescheiden te houden. En de maaltijdchecks, dat is heel interessant voor inkoop te doen. Dus, wat hebben we vandaag geleerd? Punt 1. Dat we als ACV Pools met de tante altijd voor u klaarstaan. Punt 2. Dat wij gemiddeld 8 à 9 keren per jaar een nieuwsbrief verspreiden over heel het ziekenhuis. En punt 3. Dat wij verschillende prikborden hebben in het ziekenhuis en dat wij ook op het derde verdiep een vakbondslokaal hebben. Ah, hier is ze, onze nieuwe collega. Hallo. Zo, dat je een fijne dag hebt en tot binnenkort in een draai. Hè. Veel succes nog, hè. Groetjes. Hallo.